En dat is wat me misschien ook wel stoort in die Nijntje-verhalen. En alle andere kinderseries en kinderboeken en programma's. Het is altijd heel erg veilig. Weet je, er is nooit een boekje waar zij wat van leert. Ik wil gewoon heel graag Nijntje in een treincoupé vol met alleen maar bejaarden. Weet je, ik wil Nijntje en de Loverboy. Ik wil Nijntje en de afkikkliniek. Op een dag, zei moeder Pluis, ik heb een goed idee. Ik ga naar het museum toe. Wie gaat er met... Hé, waar is mijn portemonnee? Wat zit je te kijken, zei Nijn. Echt, ik weet van niets. Ze rende naar buiten en jatte snel een fiets. Ze ging naar Betje Big, haar favoriete dealer. Die wilde vast wat ruilen voor moeders tweewieler. Als je bitch wilt chillen, zei Betje, is dat geen probleem. Ik heb dranks en drugs, ik ga erheen. Hoi, hoi, riep Nijn, dat vind ik erg fijn. Ja, die vind ik zelf ook een beetje suf, maar die moet erin. Ja, dat is verplicht, dat moet gewoon. Van Dick Bruna is dat een beetje de put your hands in the air like you just don't care. Die moet erin. Hoi, hoi, riep Nijn, dat vind ik erg fijn. Ze zei ja tegen MDMA en spoelde het weg met wijn. Nijntje ging kjenkehard, ze speesde door het huis. Maar daar sloeg de deur open en stond vader Pluis. En zei, ben je gek geworden? Van Betjes troep word je ziek. Neem wat methadon die ik heb gejat uit de afkikkliniek. Dag, Nijntje, dag.